We hebben allemaal een uitkering en geen werk. We zijn allemaal profiteurs en parasieten van de staat. Ja. Hey iedereen, daar zijn we weer. Tom en Silla op je beeldscherm. Ja, woep woep. Ja, vorige week hadden we het over de blabla argumenten van vleeseters. Ja, die video is goed gevallen. Ja. Ja. Echt. Het bracht namelijk goede gesprekken op gang. Ook minder goede, maar er gebeurde in ieder geval iets. Zeker. Zelfs een kleine promotie van een anti-veganistische pagina. Ja, thanks. Dat bracht aardig wat kijkcijfers op. Dat is goed. Het is wel een beetje jammer dat ze begonnen te dreigen met bepaalde dingen, zoals het bezetten van onze shop bijvoorbeeld, ja. Of dat we preventief geruimd moesten worden. Ja, omdat we plantjes kapot maken. Oehoehoe. Ja, dus dat was wel hilarisch, maar ook wel een beetje apart. Waar ze ook altijd mee komen is dat we moeten gaan werken, omdat we op een of andere manier altijd als veganist een uitkering hebben. Ja, dat klopt. We hebben allemaal een uitkering en geen werk. We zijn allemaal profiteurs en parasieten van de staat. Ja. Ja, vraag dat maar aan Lewis Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Woody Harrelson, die komkommer, Benedict Cumberbatch, bedoelt hij ja, dan? Ja, hij. Allemaal profiteurs van ja, de staat. Ja, bah, gadverdamme. Oké, zo, dat was dat. Op naar het volgende onderwerp. Ja, we zijn nu 2 weken verder, sinds onze eerste video sinds weer. Sinds we weer lekker aan de gang zijn. En er komt steeds een argument naar voren die mensen dwars zit. Ja, en die zit ons dan ook nu zo daadwerkelijk dwars dat we dachten, laten we er een video over maken, want dat is wat we doen. Ja, laten we die keutel even uitpersen. Ja, waar mensen elke keer op terugkomen is, ik eet vlees, want dieren zijn geen mensen. Ja, dan kijk je naar mij. Zo, wat vind jij daarvan? Ja, no shit, Sherlock. Yes, thank you for your input. Het is wel zo. Dieren zijn geen mensen. Ja. Nee, dat klopt. Niet alle dieren zijn mensen. Maar mensen zijn wel dieren. Ja. Dat vergeten sommige mensen, mensendieren. Nou, vergeten niet. Gewoon echt ontkennen ook glashard. Ja, dat ontkennen mensen. Lachhoofdjes en dingen. Maar dat mensen dieren zijn, dat is gewoon een feit. Ja. Tenzij je natuurlijk niet gelooft in feiten en leeft op een platte aarde, geschapen door een of ander opperwezen die heeft bepaald dat de mensheid het summum van het leven is. Maar als je uitgaat van feiten, dan is de mens gewoon een tweevoetig primaatsoort uit de familie Hominidae. Hominidae, ja. Hominidae. Hominidae. Oh. Ja, met familieleden zoals gorilla's, chimpansees, bonobo's. Ja. En orangutans. En bonobo's, dat is niet de boze zanger van U2. Nu snap ik hem vast. Maar een willekeurige aapsoort die om wat voor reden dan ook altijd seks heeft. Of het nou gaat om het goed maken, het boos zijn. Om alles hebben ze seks. Wel een goed idee. Ja, dus als je dat een beetje in dat perspectief bekijkt, dan zijn we gewoon een diersoort en helemaal niet zo speciaal. Nee. Ja, we zijn natuurlijk wel geëvolueerd met een groot brein. Relatief groot. Maar dat is net zo speciaal als dat andere dieren weer iets anders unieks kunnen. Ja, zo kan bijvoorbeeld een adelaar beter zien en een gorilla is veel en veel sterker. Een cheetah kan veel harder rennen en een gans kan beter navigeren. Ja, en een vis kan langer onder water blijven. Ja, zo kunnen we allemaal wat. Ja, en die vaardigheden kun je uniek noemen. Maar dat betekent niet dat je opeens heel speciaal bent. Nee. En dat maakt je ook niet beter dan een ander diersoort. Het feit dat wij kunnen praten maakt ons niet beter dan een ander diersoort, bijvoorbeeld. Sterker nog, in sommige gevallen had ik gewild dat sommige mensen niet kunnen praten. Dat is fijner geweest. Oké. Ja, en dan zeggen mensen, ja maar wij zijn slim. Maar dan is het vrij arbitrair om te stellen dat omdat wij slim zijn, we dan beter zijn dan andere diersoorten. Als je kijkt naar de staat van de wereld, kun je je nog in twijfel trekken of we zo slim bezig zijn. Ja, als je slim als uitgangspunt neemt om anderen te onderdrukken, waar houdt het verhaal dan op? Ja, moet je een ander diersoort dan systematisch vermoorden omdat je dan slimmer bent? En hoe ver moet de intelligentie van elkaar afstaan om een ander te mogen onderdrukken? Ja, we misbruiken bijvoorbeeld apen in laboratoria om op te testen en te kijken of al lippenstift wel goed staat en ja. Of het allemaal wel goed werkt op vrouwenmondjes. Ja, dus die onderdrukken we. Ja, bijvoorbeeld. Maar er worden ook mensen geboren met een minder goed functionerend brein als die apen. Ja. Mogen we die dan ook onderdrukken? Zo niet, dan is slim dus geen graadmeter voor het onderdrukken van anderen. Ja, dan zeggen mensen ook wel eens, ja, maar dieren kunnen niet verder denken dan het nu. Ze hebben geen toekomstperspectief. Ja, dan is langetermijnvisie opeens een argument om een ander te onderdrukken. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat je demente ouderen mag onderdrukken omdat ze geen langetermijnvisie hebben. Omdat ze niet meer weten wat er speelt in de toekomst of in het nu. Want er bestaan ouderen die leven, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, dus langetermijnvisie is geen reden om ze anders te moeten behandelen. En zeker geen reden om oude mensen te veranderen in een knakworst, bijvoorbeeld.
Ja, de verschillen die mensen dus aandragen tussen mensen en dieren is altijd selectief en nooit door te trekken naar een andere situatie, bijvoorbeeld op mensen waar dat ook zou kunnen spelen. Ja, de reden is dan dus eigenlijk gewoon, ze lijken visueel niet op ons en ik heb me niet verdiept in hun emotionele situatie en uitingen, want ik kan die niet goed lezen omdat ik daar niet capabel genoeg voor ben. Ja, er zijn in de wereldgeschiedenis heel veel mensen geweest die dit als uitgangspunt hebben gehad om anderen te onderdrukken. Ja. Ja, er was ooit een tijd waarin de witte mens zei dat de zwarte mens niet gelijk was en daardoor geen gelijke rechten kreeg. Ja, dat noemen we nu racisme. Dat noemen we racisme. Is het ook. Ja, er was ook een tijd waarin mannen zeiden dat vrouwen geen stemrecht hadden en het enige recht dat vrouwen hadden het aanrecht in de keuken was. En dat noemen we dan? Seksisme. Juist. Ja, sommige mensen doen dat nu nog steeds in de politiek. Bepaalde mensen met haar op deze manier en dingen. Grab them by the pussy. Komt nu vast een plaatje. Ja, en nu leven we in een tijd waar gezegd wordt, het zijn geen mensen, dus we mogen ze eten. En dat noemen we dan speciesisme. Ja, maar we zien gelukkig ook dat dit aan het veranderen is. Zoals we vorige week al aankaarten, bijvoorbeeld, een van onze favoriete onderzoekers Frans de Waal. Deze wetenschapper en onderzoeker bestudeert emoties van dieren, onder andere, en legt dat in dit fragment heel goed uit. Welke emoties zijn waarneembaar? Ik denk alle emoties. Persoonlijk denk ik dat er geen menselijke emoties zijn die we niet bij dieren kunnen vinden op een of andere manier. Ja, er is dus qua gevoel totaal geen verschil, althans geen benoemenswaardig verschil, tussen mens en dier. Ja, met andere woorden dus nogmaals, je bent niet zo speciaal. Of zoals Philip Wallen zou zeggen. I discovered that when we suffer as equals. And in their capacity to suffer, a dog is a pig, is a bear, is a boy. Ja, en daar zijn wij het dan weer mee eens. Het gaat niet om het wedstrijdje wie heeft het grootste brein. Wie heeft het grootste geweer of wie is het sterkste in een armpje drukken? In onze samenleving draait het juist vaak om het beschermen van de zwakkeren. Dus het draait niet om het recht van de sterkste in een geciviliseerde samenleving. Het draait erom dat we elkaar in elkaars waarde laten. Prima gezegd. Ja, dat je een dier kunt domineren betekent natuurlijk niet dat je het ook dan per definitie maar gewoon ook moet doen. Het brein dat jij zo uniek maakt heb je namelijk gekregen om ermee na te kunnen denken. What are we gonna do tomorrow night? The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Zodat je kunt opkomen voor een ander en je kunt verplaatsen in een ander individu. Dat maakt ons als mensen uniek. Ja, gebruik dat brein dan ook. Voor de verandering een keer. Ja. En laat zien dat mensen boven geweld en misbruik staan. Over het algemeen genomen. Denk je, nou, dat klinkt allemaal goed en plausibel en dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Laat het ons dan even weten. In de reacties of via een pb of stuur een berichtje of iets anders liefs. Ja, een kaartje. Laten we gewoon eens lief zijn voor elkaar. Doe eens lief. Ook was leuk. Ja, mocht je verder nog ergens tegenaan lopen? Of heb je iets voorbij zien komen waarop je onze visie wilt weten? In het nieuws of in de media of op anti-vegan Facebookgroepen of pro-vegan Facebookgroepen. Of, ja. Of Facebookgroepen die daar precies tussenin zitten. Alles. Sta dan, neem dan contact op. Waarom is het einde van onze video al zo chaotisch? Laat het dan aan ons weten, dan kunnen wij daarmee aan de slag. Sowieso. Voor nu, volg onze andere social kanalen ook. Die nu in beeld verschijnen, omdat het echt anders te lang wordt. Bliep, bliep. En dan zien we jullie volgende week weer. Het is goed, het is einde nu van deze video. We gaan fluiten.